Ja rutu va un voor alle familie de. Ik wil jullie ene verzoeken. Laat niet los wat jullie hebben. Hori vaste de matakito. Dat betekent, kijk om je heen. Kijk of er problemen zijn en los ze op. Kijkers, Ron Duysker, het oud vertrouwd gezicht van Iver 12, is op vrijdag 27 mei ten grave gedragen. Ron heeft jaren zijn krachten gegeven aan Iver 12 door de nood van de mens met zijn journalistieke vaardigheden te belichten. Helaas overleed hij enkele weken terug na een tragisch ongeval. Iver 12, voorzitter, was aanwezig voor de laatste eer aan de overledene en ook ter ondersteuning van de nabestaanden. Wij zorgden ook voor groot bazuin, omdat Ron zelf ook blazer was. We brengen u het volgende hierover. Kinderen van mijn vriend, mijn mattie, Ron Duysker, condoleren. Familie, kennissen en vrienden. Om heel even terug te blikken. Mijn naam is Vismalen, Louis van 1 voor 12. Ron Duysker, ja, aan mannen die moren, maar ik moet toch zeggen dat ik veel van hem heb geleerd. We hebben 5 jaar lang samengewerkt binnen 1 voor 12. Als journalist was Ron Duysker verbonden bij 1 voor 12. En ik mag u zeggen, Ron was altijd anders dan anderen. Ron was een top voor mij, een topper voor mij. Wat voor velen niet kon, kon altijd bij Ron. Hij had altijd een oplossing. En dat heeft me altijd goed gedaan en geboeid wanneer het gaat om oplossingsgerichte problemen. Ron had altijd een antwoord voor een probleem. De laatste jaren heeft hij gezegd van, hey, ik ga het anders doen. Niet meer verbonden zijn bij 1 voor 12, maar we blijven in hart en nieren in gedachten. En zo ging ik. Zijn we 3 keer in de week verbonden aan het verzorgen van voeding aan de waterkant. En als ik in de stad ben, is de eerste persoon waarna ik op zoek ga, is Ron. En soms maak ik een grap van, hij heeft jou aan jou. Nee, man, dagloos. Ik zeg, nee, Ron, als broer breng ik wat voor jou. En we eten het samen. En hij had respect daarvoor. Maar Ron was altijd van, hey, nou, in plaats van je man, je money. En als mattie gaf ik hem altijd wat. En ik heb hem de laatste 2 weken heel slecht gezien. Niet zo vaak meer aan de waterkant. Maar we hadden toch vaak contact. Soms belde hij me van, waar ben je? Ik heb wat nodig om wat te doen. En ik stond altijd open om Ron bij te staan. En we hebben het altijd gedaan. En het heeft me pijn gedaan toen ik het bericht kreeg dat Ron er niet meer is. En het heeft me echt getroffen als vriend. En van hieruit wil ik nogmaals mijn hartgrondige condoleances brengen aan de nabestaanden, de kinderen vooral, familie. En ik zeg nogmaals, sterkte, sterkte en God bless. Amen.